NDP-voorzitter Desi Bouterse zegt dat de hervorming binnen de partij niet altijd even gemakkelijk gaat. Na de gevoelige verkiezingsnederlaag zijn er zowel intern als van buiten stemmen opgegaan om de hand in eigen boezem te steken en waar nodig veranderingen door te voeren. Het gaat natuurlijk niet makkelijk, omdat je met mensen werkt en de structuren zijn nogal veel. Dus je moet er dagen en dagen en dagen en dagen aan wijden. Maar de grote lijnen zijn uitgezet. Ik denk dat het is een kwestie van tijd, dan zijn we eruit. Bouterse heeft de achterban van de partij donderdag bij de herdenking van de dag van de revolutie op het Riffelplein opgeroepen om het proces van hervorming met geduld af te wachten. Hij maande leden en sympathisanten aan om zich correct te blijven opstellen. Tegelijkertijd hebben we Opuso Anno in eigen bodem, in eigen boezem, onze hand in eigen boezem gestoken. En we hebben gezien na evaluatie dat er heel veel misgegaan is in de partij. En daar werken wij met man en macht aan. Daar werken we met man en macht aan. Om terug te komen op het moment wanneer de tijd daar is. Dus maak u zich geen zorgen. Laat haters hateren. Laat schreeuwers schreeuwen. Ono, rustig. Maak u zich rustig klaar. Wees eerlijk in de discussies. Wees kritisch in de discussies. Laten we de topjongeren en de topouderen wel bij elkaar brengen, zodat wij gezamenlijk door kunnen gaan met wat wij bewezen hebben in de afgelopen periode. En dat was NDP-leider Desi Bouterse.